Het wordt me wel steeds duidelijker waarom de heer Omtzigt van tafel is weggelopen. Als je de heer Wilders ziet op Twitter, maar ook hoe die nu de heer Omtzigt de hele tijd de schuld in de schoenen probeert te schuiven, overkomt toch een beetje als een onzekere pestkop op het schoolplein, dan begrijp ik heel goed dat de heer Omtzigt zegt, ik heb geen vertrouwen dat dat goed gaat komen met de heer Wilders. Wij zijn bereid om aan tafel te zitten natuurlijk, om te besturen. De Nederlander heeft ons, ik weet niet wat heeft u, 1-2 zetels, hebben ons 37 zetels gegeven. Wij hebben die verantwoordelijkheid niet om hier vrijblijvend wat te gaan roepen aan die interruptiemicrofoon, maar om het land te besturen. En dat gaan we ook doen, natuurlijk gaan we dat doen. En we sluiten geen partijen bijvoorbeeld uit.